Hoi, het volgende boek wat ik met je wil bespreken is een geweldig boek, een prachtig boek. Het is De Keuze. Leven in vrijheid. Het is geschreven door Edith Eva Egger, een geweldige vrouw. Ze leeft nog, ze is ver in de 90. Een paar weken geleden dat ik dit boek heb gelezen en dat zoemt nog steeds op mijn hoofd. En ik vind eigenlijk dat elke coach, therapeut, mensen die met trauma's te maken hebben, managers, nou ja, eigenlijk iedereen het boek zou moeten lezen. Omdat het je zo doet beseffen, ja, dat je altijd de keuze hebt om in vrijheid te leven. Het gaat om de mindset, hoe je dat doet. En als iemand dat kan vertellen, is zij dat natuurlijk. Want zij heeft de Holocaust overleefd. Zij, als klein meisje ging ze erin en als puber ze Auschwitz samen met haar zusje overleefd. En nou, al die gruwelijkheden weer eens lezen, daar stil bij staan, ja, dat maakt je klein. En ook, je denkt, ja, wij leven eigenlijk in vrijheid. En toch kunnen er trauma's zijn waardoor je dat gevoel niet hebt. En dat is zo mooi dat zij in het tweede deel van het boek beschrijft hoe zij na het overleven, hoe zij is opgegroeid en hoe zij met dat trauma in haar leven is omgegaan. Ja, dat is prachtig. En zij is psycholoog geworden en ze beschrijft een aantal mooie casussen met haar cliënten die trauma's ervaren. En hoe zij hen daarin helpt met prachtige vragen, maar ook prachtige opdrachten. En ja, waardevol, gewoon een waardevol boek. En kijk, weet je, ik heb hem digitaal gelezen, maar ik heb hem gelijk daarna ook in hardcopy besteld. Doe ik niet vaak, maar dit is een boek wat ik nog ga herlezen. En ik vind echt, dit boek hoort op boekentafels thuis. Nou, in ieder geval van de trainingen die ik geef over holding space, hoe je dat doet. Dat geeft ze prachtige voorbeelden van. Maar ook begeleiding van teams, daar hoort hij bij op de boekentafel. Organisaties die met trauma te maken hebben, daar hoort hij op de boekentafel. Dus ik zal hem echt actief meenemen, maar dan natuurlijk in hardcopy. En ja, ik ben benieuwd, ja, wat voor soort vragen komen bij jou op? Wat haal jij eruit in jouw praktijk, in jouw leven als jij dit boek leest? Ik ben benieuwd, laat het me weten. Een aanrader, De Keuze van Edith Eva Egger. Echt doen.